अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह De allerhoogste persoonlijkheid Gods, Heer Sri Krishna, zei: Ik onderwees deze onvergankelijke wetenschap van yoga aan de zonnegod Vivaswan. En Vivaswan onderwees haar aan Manu, de vader van de mensheid, die haar op zijn beurt aan Ikshvaku onderwees. Evam parampara praptam imam rajasya yo viduhu सकाले नेह महता योगो नष्ट परं तप Zo werd deze allerhoogste wetenschap door de opeenvolging van discipelen ontvangen. En zo begrepen de heilige vorsten haar. Maar na verloop van tijd werd de overleving verbroken en hierdoor lijkt de wetenschap zoals ze is verloren te zijn gegaan. तदेवायं मया तेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽति मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् Deze zeer oude wetenschap van de relatie met de Allerhoogste draag ik vandaag over aan jou, omdat je zowel mijn toegewijde als mijn vriend bent en daardoor het transcendentale mysterie van deze wetenschap kunt begrijpen. Arjuna uvaca aparam bhavato janma param janma vivasvatah khatame tad vijaniya Arjuna zei, de zonnegod Vivaswan werd eerder geboren dan jij. Hoe moet ik dan begrijpen dat jij hem in het begin deze wetenschap hebt onderwezen? Sri Bhagavan uvaca bahuni me vyatitani janmani tava charjuna Tanyaham veda sarvani natvam vetha param tapa. De persoonlijkheid God zei, vele, vele geboorten hebben zowel jij als ik doorgemaakt. Ik kan ze me allemaal herinneren, maar jij niet, o bedwinger van de vijand. Ajopi sannavyayatma bhutanamishvaropi san prakritim swamadhishtaya sambhavamyatma mayaya. Hoewel ik ongeboren ben en mijn transcendentale lichaam nooit vergaat, en hoewel ik de Heer van alle levende wezens ben, verschijn ik desondanks in elk tijdperk in mijn oorspronkelijke transcendentale gedaante. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam dharmasya tadatmanam prujamyaham. Telkens, wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Bharat, op dat moment daal ik zelf neer. Paritranaya sadhunam vinashaya ca duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen en ook om de religieuze principes te herstellen, verschijn ik zelf tijdperk na tijdperk. Janma karma cha me divyam evam yo virti tattvatah yakyatva deham punarjanma
naiti maneti sorjuna. Wie de transcendentale aard van mijn verschijnen en activiteiten kent, wordt na het verlaten van zijn lichaam niet opnieuw geboren in de materiële wereld, maar bereikt mijn eeuwige woning, o Arjun. Door vrij te zijn van gehechtheid, angst en woede, door volledig voor mij vervuld te zijn en door hun toevlucht bij mij te zoeken, werden er in het verleden zeer veel personen gezuiverd door kennis over mij. En zo hebben ze allemaal transcendentale liefde voor mij bereikt. Ik beloon iedereen al nagelang ze zich aan mij overgeven. Iedereen volgt mijn pad in alle opzichten, o zoon van Pritha. In deze wereld willen mensen succes hebben in hun resultaatgerichte activiteiten en daarom vereren ze de halfgoden. Natuurlijk krijgen ze in deze wereld al snel de resultaten van resultaatgerichte activiteiten. De vier geledingen van de menselijke samenleving zijn door mij geschapen op grond van de drie hoedanigheden van de materiële natuur en de activiteiten die daarmee samengaan. Maar hoewel ik de schepper van dit stelsel ben, moet je weten dat ik uiteindelijk niet degene ben die handelt, omdat ik onveranderlijk ben. Er bestaat geen activiteit waardoor ik beïnvloed word. En ook verlang ik niet naar de vruchten van activiteiten. Wie deze waarheid over mij begrijpt, zal ook nooit verstrikt raken in de karma voor resultaatgerichte activiteiten. Alle bevrijde zielen uit het verleden handelden met deze kennis over mijn transcendentale aard. Daarom moet je in hun voetspoor volgen en je plicht vervullen. Zelfs zij die intelligent zijn, raken verward wanneer ze activiteit en inactiviteit van elkaar proberen te onderscheiden. Ik zal je nu uitleggen wat activiteit is en wanneer je dit weet, zul je bevrijd zijn van alle ellende. De complexiteit van handelen is zeer moeilijk te begrijpen. Men moet daarom precies weten wat activiteit is, wat verboden activiteit is en wat inactiviteit is. Sa
wie inactiviteit ziet in activiteit. En activiteit in inactiviteit is intelligent onder de mensen. Zo iemand bevindt zich op het transcendentale niveau, ook al verricht hij allerlei activiteiten. Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjitah jnanagnidagdha karmanam samahu panditam budhah. Wanneer al iemands inspanningen vrij zijn van verlangens naar zinsbevrediging, is het duidelijk dat hij volledige kennis bezit. De wijzen beschouwen hem als iemand van wie het karma voor zijn activiteiten is opgebrand door het vuur van volmaakte kennis. Omdat hij alle gehechtheid aan de resultaten van zijn activiteiten opgeeft en altijd tevreden en onafhankelijk is, verricht hij geen resultaatgerichte activiteiten, ook al heeft hij allerlei bezigheden. Iemand met dit inzicht handelt met volledige beheersing van zijn geest en intelligentie, geeft het idee op dat zijn bezittingen zijn eigendom zijn en werkt alleen voor het strikt noodzakelijke om in leven te blijven. Door op die manier bezig te zijn, wordt hij niet beïnvloed door karmische reacties op zonde. Wie tevreden is met wat hij vanzelf ontvangt, wie ontstegen is aan dualiteit, wie vrij is van afgunst en zowel tijdens succes als falen gelijkmoedig blijft, raakt nooit verstrikt, ook al verricht hij allerlei activiteiten. De activiteiten van iemand die niet beïnvloed wordt door de hoedanigheden van de materiële natuur en die volkomen gegrond is in transcendentale kennis, gaat helemaal op in het transcendentale. Brahmarpanam brahmahavihi brahmagnau brahmanahutam brahmaivatena gantavyam brahmakarma samadhina. Wie volledig opgaat in Krishna bewustzijn zal zeker het spirituele koninkrijk bereiken, omdat hij zich volledig inzet voor spirituele activiteiten, waarvan de vervulling absoluut is en waarvan dat wat geofferd wordt van dezelfde spirituele aard is. Sommige yogis verdelen de halfgoden volmaakt door verschillende offers aan hen te brengen. Anderen brengen offers in het vuur van het allerhoogste Brahman. Shrotradi indriyanyanye samyamagnishu juhvati shabdadin vishayan anye indriyagnishu juhvati. Sommigen, de zuivere brahmacharis, offeren het luisteren en de zintuigen in het vuur van de beheersing van de geest. Anderen, de gereguleerde grihasthas, offeren de zinsobjecten in het vuur van de zintuigen. Sarvani indriya karmani prana karmani chapare atma samyama yoga gnau yukvati jnana dipite.
Anderen die zelfrealisatie willen bereiken door het beheersen van de geest en de zintuigen, offeren de functies van alle zintuigen en die van de levensadem als offering in het vuur van de beheerste geest. Na strikte geloften te hebben afgelegd, bereiken sommigen verlichting door hun bezittingen op te offeren. Anderen bereiken verlichting door zware ascese te beoefenen, door het achtvoudige mystieke yogasysteem te volgen of door de Veda's te bestuderen om vordering te maken in transcendentale kennis. Apane juhvati pranam, prane panam tatha pare, pranapana gati rudhva, pranayama parayanaha. Weer anderen die zich aangetrokken voelen tot de methode waarmee de adem kan worden beheerst, om zo in een toestand van diepe meditatie te blijven, offeren de uitgaande beweging van de lucht in de binnengaande en de ingeademde lucht in de uitgeademde. Wanneer ze op die manier de ademhaling volledig stoppen, blijven ze uiteindelijk in een toestand van diepe meditatie. Anderen die zich beperken in hun eten, offeren de uitgeademde lucht in die lucht zelf als een offergave. Apare niyata haraha, pranan prane yujupvati. Al deze personen die het doel van offeren kennen, worden gezuiverd van hun karmische reacties op zonde. En wanneer ze de nectar van de resultaten van hun offers hebben geproefd, gaan ze binnen in de allerhoogste, eeuwige sfeer. Yamti brahma sanatanam nayam lokosya yajnasya kutonyak kuru satatama. O beste van de Kuru-dynastie, zonder te offeren kan niemand ooit gelukkig zijn op deze planeet of in dit leven, laat staan in het volgende. Evam bahuvidha yajnaha vitataha brahmano mukhe. Al deze verschillende soorten offers worden door de Veda's aanbevolen en hebben hun oorsprong in verschillende soorten activiteiten. Wanneer je ze als zodanig kent, zul je bevrijd worden. Shreyam dravyamayam yajnyam jnana yajnyam param. O bedwinger van de vijand, het is beter een offer te brengen met kennis dan enkel materiële bezittingen te offeren. Per slot van rekening, o zoon van Pritha, bereiken alle offeractiviteiten hun hoogtepunt in transcendentale kennis. Probeer de waarheid te begrijpen door een spiritueel leraar te benaderen. Stel hem in alle nederigheid vragen en wees hem dienstbaar. De zelfgerealiseerde zielen kunnen kennis aan je overdragen omdat ze de waarheid hebben gezien. Yena bhutanyasheshena drakshyatyatmanyatomai. Wanneer je werkelijke kennis hebt gekregen van een zelfgerealiseerde ziel, zul je nooit meer in zulke illusie vervallen. Omdat je door deze kennis zult zien dat alle levende wezens niets anders zijn dan een deel van de Allerhoogste. Of, met andere woorden, dat ze mij toebehoren. Apichedasi papebhyaha sarvebhyah papakrittamaha
sarvam jnana plave naiva vrajinam santarishyasi. Ook al word je als de zondigste van alle zondaars beschouwd, toch zul je in staat zijn om de oceaan van ellende over te steken wanneer je je in het schip van transcendentale kennis bevindt. Zoals een laaiend vuur brandhout in as verbrandt, o Arjun, zo verbrandt het vuur van kennis al het karma voor materiële activiteiten tot as. Nahi jnanena sadrusham pavitramiha vidyate tatvayam yoga samsiddhah kalena atmani vindati. In deze wereld is er niet zo verheven en zuiver als transcendentale kennis. Zulke kennis is de rijpe vrucht van alle mystiek. En degene die volleerd is in het beoefenen van devotionele dienst, zal na verloop van tijd innerlijk plezier beleven aan deze kennis. Shraddhavan labhate jnanam tatparasam yatendriyah jnanam labdhva param shanti atirenadhigacchati. Een mens met een vast geloof, die zich wijdt aan transcendentale kennis en die zijn zintuigen beheerst, is gekwalificeerd om zulke kennis te ontvangen. En heeft zo iemand die kennis eenmaal ontvangen, dan bereikt hij spoedig de allerhoogste spirituele vrede. Nayam lokosti na paraha na sukham samshayatmanaha. Onwetende en ongelovige personen daarentegen, die twijfelen aan de geopenbaarde geschriften, bereiken geen godsbewustzijn, maar komen ten val. Voor de twijfelende ziel bestaat er geen geluk, niet in deze wereld en niet in de volgende. Yoga sanyasta karmanam jnana sanchinna samshayam atmavantam na karmani nibadhnam dhananjaya. Wie devotionele dienst verricht en zich daarbij van de vruchten van zijn activiteiten onthecht, en van wie de twijfels door transcendentale kennis vernietigd zijn, is werkelijk verankerd in het zelf. Op deze manier raakt hij niet meer gebonden door het karma voor zijn activiteiten, o overwinnaar van rijkdom. Srimad Bhagavad Gita Su Upanishad Su Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Jnana Karma Sanyasa Yoga Nama Chaturtho Dhyayaha. Daarom moeten de twijfels die door onwetendheid in je hart verschenen zijn, worden weggekapt met het zwaard der kennis. Op hart, wapen jezelf met yoga en sta op en strijd.